Je hebt er een beetje fantasie voor nodig, maar in de bronstijd stond hier op industrieterrein Eckersreit in Zon een compleet dorp. Nou, we zien hier een boerderij, die is gemarkeerd met rode paaltjes. Daarnaast ligt een bijgebouwtje met die groene paaltjes. Dan hebben we even ruimte voor akker of een moestuin of zo. En vervolgens zien we achterin weer een boerderij uit de bronstijd die gemarkeerd is met blauwe palen. En zo kan archeoloog Theo de Jong nog wel even doorgaan. In de loop van de tijd hebben we 20 boerderijen opgegraven uit de prehistorie, waarvan er 19 uit de bronstijd dateren en eentje dateert uit het vroege deel van de ijzertijd. De archeoloog weet door de overblijfselen te onderzoeken vrij nauwkeurig hoe het dorp eruit heeft gezien. Op deze plek stonden zo'n 3000 jaar geleden een aantal boerderijen tegelijkertijd. Boerderijen die ongeveer 25 meter lang waren, een meter of 7 breed. En ze stonden gespreid over het terrein. De boerderijen waren allemaal gebouwd van hout. Houten palen met een rieten dak. En wanden die waren van leem. Het zijn allemaal vergankelijke materialen. Dat betekent dat we nu na al die jaren niks meer van die boerderijen zelf terugvinden. Maar alleen de plaatsen waar vroeger de palen van de gebinten zijn ingegraven. Het is het grootste dorp uit de bronstijd dat in Zuid-Nederland ontdekt is. Alleen in Drenthe is ooit een grotere gevonden. Nou, dat is heel bijzonder en het voegt gewoon aan je kennis een heleboel toe. Maar niet alleen de kennis van ons of van mijzelf, maar ook aan de kennis van iedereen. Want het is een erfenis die in de bodem zit en het is van een geschiedenis die voor ons allemaal geldt. Helaas hebben we niet veel tijd om ervan te genieten. Want het nieuwe verkeersknooppunt dat de A50 met de A58 gaat verbinden, loopt hier straks dwars overheen. Wat we overhouden zijn de foto's en de tekeningen en de vondsten die uit de sporen komen. En wat er in het veld achterblijft, daar rijden we allemaal overheen. Ja.